Gaan we verder. In de vorige filmpje hebben we laten zien hoe je een draak fixeert. Om het even af te maken gaan we nu dus ook even echt in staal doen. Waarbij we dus in principe mikken om de stappen die we daarnet bij het fixeren hebben gedaan te herhalen, maar nu in staal. Bij elk project heb je natuurlijk ook dat er wat speling in zit en dat moet je er ook in houden. Zodat je goed kan meegaan met het materiaal, maar je hebt alsnog eerst een basisvorm nodig om op te mikken. En daar gaat dit filmpje over. Alright, let's get to it. Beetje doorgeschroefd. Ja, ik moest kouder van jou, toch? Ja? Bij je eerste running wil je niet te lang doorgaan, dus begin het materiaal net een beetje te plakken. En dan tik je hem als het ware weer los van elkaar. En dat is natuurlijk het tegenovergestelde van wat we willen. Hier isoleren we dus de neus alvast een beetje. En hier zien we langzamer zeker dat er wat vorm begint te ontstaan. That's right. Yep. Oké, even camera op. Yo, beetje een experiment, maar we hadden in de schets natuurlijk een neushoorndraak gemaakt. Die kan ik hier in één pakken, dus hebben we onze liefdallige Pim. Yeah. All right. Yo. 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 Wow, heel schuin. Yo! Yo! Sexy! Hit it!
even een smaller bijdrukje nodig. Maar als ik de hoeken gebruik... Heeft wat oefening nodig. Maarten zou te doen. Ja, maar deze bijt is een beetje aan de ronde kant. De bovenste lijn. Ja. Laat maar even lopen, ik smeed het neusje nog een klein beetje uit. Nou hoor. Maar een smallere bijter was makkelijker geweest. Echter, als je dus meer onder een hoek werkt, dan kom je toch nog best wel in wat kleine dingen. Mm-hmm. Ja? Wat? Hoep! Heel! Episch! Je kan de tanden duidelijk zien op de camera. Dus dat is wel chill. It's getting pretty cool, eh? Mm-hmm. Looking pretty good, here. Alright. Cool. Yep. Klaar? Bankschroef zit achter de kaaklijn. Tak. We beginnen... Dario? Alright. Ga onder links van mij staan. Daar. Zo, één oog zit een beetje lager. Dan al twee. Goed. Goed uit, wacht. Mm-hmm. Ja. Alright. Gaan we nu de pupilletjes doen? Kijken we even naar waar de bek begint aan de zijkant. Even vanaf deze kant? Ja. Zo. Ik begin dus bij de bovenlip. En vervolgens zetten we de hoektanden erin. Ik hoop dat mijn hamer buiten beeld viel. Zo goed als. En we zijn dus weer een vlak aan het creëren wat we verdelen in driehoekjes. Ja, vet. En dat is hem denk ik, hè? Ja. Ja, mochten er nog mensen vragen hebben, kan natuurlijk nog verder gaan in detail. Maar, uitzoomen. Hij lijkt daar. Zeker die spleetjes maken de pupillen echt gewoon heel sprekend. Ja, nice. Alright. Dat was hem, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, alright.